Het gebruik van de juiste pot zorgt voor een betere kwaliteit van je product. Daarbij is materiaalkeuze heel belangrijk. Ik ben vandaag bij Kreubel Plastics. Daar heb ik een afspraak met Ronald Nijenhuis en die gaat mij hier meer over vertellen. Ronald, kan je mij wat vertellen over Kreubel? Nou, Kreubel Plastics is 40 jaar geleden opgericht door de heer Kreubel. Toen producent van beide afrasselingsapparatuur, specikuipen en bouwemmers. In de loop der jaren is daar een heel groot assortiment aan pandcontainers bijgekomen. Wat nu eigenlijk onze hoofdmoot is en die wij wereldwijd leveren. En hoe gaat dat productieproces in zijn werk? Het productieproces gaat in zijn werk als volgt. Wij krijgen materiaal aangeleverd. Dat is het materiaal wat we hier een beetje hebben. Ja. Dat komt bij ons aan in big bags. Dat wordt gemengd zeg maar, in een goede verhouding, dat er een kwalitatief goed product uitkomt. Als die menging goed is, gaan we proefspuiten. Als die proefspuiting goed verloopt en het product is goedgekeurd, dan worden de bakken gevuld, bij de machine gezet, wordt het product verwarmd of het materiaal verwarmd en dan wordt het onder hoge druk in de matrijs gedrukt, afgekoeld en vervolgens komt daar een gereed product uit. Plastic staat best wel onder druk de afgelopen jaren. Hoe gaan jullie daarmee om met het oog op duurzaamheid? Nou, wij produceren al 40 jaar potten van gerecycled materiaal. Okay. Dus wat dat betreft staat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel. Wat er op het moment een beetje speelt is dat de afvalscheidingsmachines, de zwarte potten, niet kunnen detecteren. En daarom is er een omschakeling in de markt dat men vraagt naar potten die wel gedetecteerd kunnen worden bij de afvalscheidingsmachines. Dit is een pot gemaakt van 100% gerecycled afval, net als onze andere producten. Alleen deze die is grijs ingekleurd, zodat hij te detecteren is bij de afvalscheidingsmachine. Okay. En we merken dat steeds meer klanten, zie ik nu grote winkelketens en dergelijke, gaan vragen om producten die te detecteren zijn. Okay. En vandaar de omschakeling naar in dit geval een grijze pot, maar geel-groen. Kan ook, geen probleem. Wil je nou meer weten over het kiezen van de juiste pot? Ga dan naar royalbrinkman.nl/kennisbank.